Iedereen in de zaal staat meteen op wanneer hun grote leider binnenkomt, Xi Jinping. Door de muziek en het lange, harde applaus van de politici zou je bijna vergeten dat China flinke problemen heeft. Bij deze speciale bijeenkomst, het partijcongres, wordt het allemaal besproken. Of nou ja, er moet vooral geluisterd worden. Sjoerd ten Daas werkt voor het Jeugdjournaal in China en volgt het nieuws over het congres. Ja, het congres is super belangrijk. Het is maar één keer in de vijf jaar dat al die mensen allemaal tegelijkertijd naar Peking komen. En het gaat gewoon op dit moment niet zo goed met China. Vooral de economie doet het slecht. Dat komt door de lockdowns die er nog steeds zijn, door corona. Veel mensen zitten nog steeds thuis opgesloten, mogen niet naar buiten, kunnen niet naar school, niet naar hun werk. Dus ja, voor al die partijleden die hier nu samen in Peking zijn, is er best wel veel om te bespreken. Het gebeurt allemaal in Peking, de hoofdstad van China. China is een van de grootste landen ter wereld en het land met de meeste inwoners. Maar liefst 1 miljard 400 miljoen. De leider is Xi Jinping. Hij is al 11 jaar aan de macht. Ja, je kent Xi Jinping misschien als de president van China, maar de veel belangrijker baan die hij heeft, dat is de baan als partijbaas. De baas van de communistische partij. In Nederland heb je heel veel verschillende partijen. In China heb je eigenlijk maar één partij, de communistische partij. En de baas daarvan, Xi Jinping dus, die zou normaal gesproken na 10 jaar houden. Maar hij wil door, hij wil blijven zitten. En dat is eigenlijk omdat niemand binnen de communistische partij hem meer durft tegen te houden. Er is niemand eigenlijk nog die hem tegen durft te spreken. En dus blijft Xi Jinping de leider van China. En mocht hij vertellen over zijn plannen en oplossingen voor de grote problemen van het land. De leider zegt dus, ondanks alle problemen, dat hebben wij goed gedaan. En de mensen hier, die blijven voor hem klappen.